Ronald de Boer zorgde 2 weken geleden voor enorme woede bij kijkers door aan de talkshowtafel van Humberto Tan het aantal gevallen doden tijdens de bouw van WK-voetbalstadions in Qatar te bagatelliseren. Hij is namelijk ambassadeur van het WK-voetbal in Qatar en krijgt flink wat geld toegestopt vanuit het emiraat. Ondanks alle kritiek laat Ronald nu voor de camera van de Telegraaf weten dat hij geen spijt heeft. Nee hoor, nul, zegt de voetbalbekendheid. Verder wil hij er niet veel over kwijt, ik ga het daar nu niet over hebben. We hebben daar genoeg over gesproken. Iedereen mag zijn mening hebben en ik mag mijn mening hebben. Ik hoop dat we uiteindelijk een positief WK krijgen en mensen met een gerucht hart naar Qatar kunnen reizen en uiteindelijk terugkomen van, er is iets moois hier gebeurd. Het kan bijna niet anders dan dat Ronald niet meer wordt uitgenodigd door tv-programma's, zegt tv-kenner Rob Goossens van RTL Boulevard. Rob, die gaan we niet meer op tv zien tot en met het WK. Of zouden er toch redactie zijn die hier, genuanceerd, naar kijken? Ene Erik daarop, de beste man heeft toch een of andere promotiedeal voor heel veel geld met de organisatie overheid daar? Wat verwacht men dan als ze hem uitnodigen? Die man is een wandelende, door Qatar gefinancierde, reclamespotman die schouders ophaalt lichte huidskleur. Rob, precies.